Het lijkt erop dat Bas Smit en Nicolette van Dam zich hebben teruggetrokken van de organisatie van het Amsterdamse winterparadijs, mogelijk als reactie op negatieve feedback van vorig jaar. Het evenement, bedoeld voor alle leeftijden, kreeg vorig jaar gemengde reacties, ondanks dat Bas het als geslaagd beschouwde. Google Reviews wezen echter op klachten over de hoge prijzen, drukte en tekortschietende beveiliging. Een teleurgestelde bezoeker schreef: Afschuwelijke ervaring met de beveiliging. Die overduidelijk niet weet hoe je situaties moet deescaleren. In plaats van rustig blijven, lopen ze te schreeuwen en bezoekers te duwen. Voelde mij totaal onveilig. Een andere persoon klaagde over de toegang tot het evenement voor 130 euro, waarbij iemand met een joggingbroek niet binnen mocht. Zelfs kinderen met joggingbroeken werden geweigerd. Ondanks de kritiek ging het evenement dit jaar door, maar Bas en Nicolette lijken niet langer betrokken te zijn bij de organisatie. Het juiste kanaal Realityfbi meldt, ik heb van bronnen vernomen dat Bas en Nicolette niet langer het gezicht zijn van het Amsterdamse winterparadijs. Of dit verband houdt met de negatieve geluiden van vorig jaar is niet bevestigd, maar wordt niet uitgesloten.